dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal of via mijn website lindabisschop.nl. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je jouw intuïtie kunt trainen. Zodat je nog beter kunt leren luisteren naar jouw intuïtie, naar jouw gevoel. En alle tips die je eigenlijk vanuit daar krijgt om jouw leven zo makkelijk mogelijk te leven. Want je hoort en je leest vaak dat je meer naar je intuïtie moet luisteren. Dat je niet zo rationeel moet doen bijvoorbeeld. Of dat het allemaal vanzelf moet komen. Maar het zijn loze begrippen als je eigenlijk niet zo goed weet hoe je dat dan moet doen. Dus ik hoop in deze video jou daar meer informatie over te geven. En ook 5 praktische tips waardoor je zelf kunt oefenen met beter naar je intuïtie luisteren. Zodat jij ook met gemak dingen kunt manifesteren die jij graag wilt. Ik wil beginnen met het uitleggen van het verschil tussen intuïtie en gevoel. Die termen die worden nog wel eens door elkaar gebruikt en in principe is dat ook niet zo heel erg, want er wordt vaak hetzelfde mee bedoeld. Maar toch is het niet helemaal hetzelfde, want we hebben allemaal gevoelens en die komen voort uit dingen die je ervaart of gedachten die je hebt of dingen die je meemaakt. Eigenlijk jouw referentiekader zorgt ervoor hoe jij je voelt. Dat je bijvoorbeeld blij wordt als je een mooie bos bloemen van iemand krijgt of dat je boos wordt als er iemand met zijn hak op jouw teen gaat staan. Dat zijn dingen, dat kun je scharen onder gevoelens. Het is eigenlijk een optelsom van wat er om je heen gebeurt en hoe dat aansluit op jouw belevingswereld. Het is een soort van afweermechanisme, zo kun je het wel noemen. Het is een beetje actie-reactie. Iemand geeft bloemen, jij wordt blij. Iemand staat op je voet, jij wordt boos. Intuïtie kun je daarentegen beter omschrijven als een soort van onderbuikgevoel. Je weet dat je iets wilt, je weet dat je iets moet, maar waarom, dat weet je eigenlijk niet. Er is geen logische verklaring voor. Je weet gewoon dat het moet en dat het je helpt. En dus doe je het, want je vertrouwt op je intuïtie, op je onderbuikgevoel. Het is net alsof een klein stemmetje jou influistert wat je het beste kunt doen. En intuïtie is eigenlijk een vorm van direct weten zonder onderbuikgevoel. Zonder dat je weet waarom. Dus een ingeving die zomaar bij je op kan komen. Dat is hoe je je intuïtie het beste kunt omschrijven. Nou is de vraag natuurlijk, kun je jouw intuïtie ook trainen? Kun je ervoor zorgen dat je meer naar je intuïtie kunt luisteren en dat je dat ook vanzelf doet zonder erbij na te denken? In principe als mens zijn we heel erg getraind om vanuit ons hoofd te denken. We moeten bij het maken van elke beslissing gaan nadenken over voor's, over tegen's, alles tegen elkaar afwegen en een besluit maken van wat we eigenlijk willen, zodat je dat met je rationele brein goed overdacht hebt. Weet je, dat leren we natuurlijk al op de basisschool. Onze ouders die zijn vaak hetzelfde opgevoed, dus die denken ook op die manier. En dus is het niet meer dan logisch dat jij dat ook doet. Maar toch is het gewoon soms fijn om op jouw onderbuikgevoel af te gaan. Om gewoon even naar binnen te kijken, naar jezelf. Wat wil ik nou echt? Waar word ik blij van? Hoe kan ik mezelf verder vooruit helpen? En in plaats van dat je dingen rationeel met je brein besluit, wat overigens natuurlijk fantastisch is, als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, hè, dat moet je niet zomaar op je gevoel doen, omdat je denkt, nou ja, lijkt me leuk om vandaag een huis te kopen. Maar voor kleinere dingen die jou op weg helpen naar grotere doelen, kan het wel heel mooi zijn. Ik heb 5 tips voor je hoe jij jouw intuïtie kunt trainen. Ze werken allemaal, maar ze werken niet allemaal na 1 keer al. Het is niet een wondermiddel waarmee jij jouw einddoel zo bereikt. Je moet echt jezelf daarin trainen. Dus gun jezelf ook tijd om ermee aan de slag te gaan. Neem bijvoorbeeld elke dag 1 tip en ga die oefenen. En breid dat elke 3-4 dagen of misschien elke week uit met de volgende tip. Zodat het gewoon een automatisme wordt en je er uiteindelijk niet meer bij hoeft na te denken. Op dat moment zul je merken ook dat wanneer iets vanzelf lijkt te gaan, dat het steeds makkelijker wordt om je vertrouwen eraan te geven. Om niet meer alleen maar rationeel te denken, maar ook te denken vanuit jouw onderbuikgevoel, vanuit jouw intuïtie. En als iets dan goed gaat en jij merkt dat, vier dat succes dan ook. Wees er blij om, want
alles wat je aandacht geeft, groeit. En stel, je geeft geen aandacht aan de successen die je behaalt, dan krijg je minder van hetzelfde als wanneer je dat gewoon uitgebreid viert met een klein dansje in de huiskamer. Of met een zoen aan je partner. Of met een lekker glaasje wijn als je daarvan houdt. Weet je, vier gewoon die kleine succesjes en wees trots en blij met elke stap die je vooruit zet. En elke kleine overwinning die je haalt. Want dat is het waard. Zeker weten. De eerste tip die ik je mee wil geven is dat je op jezelf mag vertrouwen. Klinkt heel raar, maar toch is het niks minder waar. Kijk, stel dat jij een ingeving krijgt, dan heb je er vaak wat lef voor nodig om ook naar jouw ingeving te luisteren. Want een ingeving kan doorkomen als een lief klein stemmetje. Echt zo'n kleine fluistergedachte die je in je hoofd hoort. Maar vaak wordt die meteen overspoeld door allemaal meer negatieve dingen. Stel, ik noem een voorbeeld. Stel, ik krijg vandaag als ingeving om 5 kilometer te gaan roeien in een roeiboot. Ik roei nooit. Ik heb ook echt geen flauw idee of ik dat 5 kilometer volhoud. Maar stel, het lijkt me vandaag een prachtige dag om 5 kilometer te gaan roeien. En dat stemmetje komt in mijn hoofd op. Dan is vaak de tweede gedachte die ik daarna heb, wat ik eigenlijk net ook aangaf. Je kunt helemaal niet roeien. Je weet niet of je dat 5 kilometer volhoudt. Waar moet je een roeiboot vandaan halen? Weet je, die dingen, dat komt vanuit je rationele brein. Wat eigenlijk zegt, nee Linda, je kan het niet. Je kunt er helemaal niet 5 kilometer roeien, want dan ben je uitgeput. Je belandt in het riet. Misschien komt er wel een gat in je boot. Er is er vast geen te huren, anders zijn ze veel te duur. Maar je krijgt dat stemmetje, dat onderbuikgevoel, niet voor niks. Weet je, misschien gebeuren er wel hele mooie dingen als jij wel besluit om die roeiboot ergens te gaan huren en wel zien waar je belandt. Je hoeft niet per se 5 kilometer te roeien. Misschien is 2 kilometer ook leuk. En misschien beland je daar inderdaad in het riet, maar komt jouw reddende engel uit de kant vandaan, door het riet heen om jou te redden. En krijg je daarna een prachtig mooie relatie van 20 jaar. Je weet niet wat er gebeurt als je het wel zou doen. En als je altijd luistert naar dat rationele stemmetje, die eigenlijk heel zachtjes dingen, of die eigenlijk jouw zachte stemmetje overschreeuwt met nee, je kan het niet, en nee, je moet het niet doen, dan blijf je eigenlijk altijd maar in je comfortzone en zul je nooit wat veranderen. Zul je nooit nieuwe dingen ondernemen of nieuwe dingen toevoegen aan je dagelijkse patroon. Omdat dat rationele gedeelte in jou wil dat jij veilig blijft en dat jou niks overkomt. En dat is in principe prima, maar het is niet altijd heel praktisch. Dus vertrouw gewoon op jezelf en als jouw gevoel zegt, ik ga vandaag 5 kilometer roeien, doe het. Kijk wat er van komt. Kijk welke mooie dingen je meemaakt en laat je gewoon meegaan in de waan van de dag. De tweede tip die ik je mee wil geven is, stel vragen aan je onderbewuste. Het klinkt misschien heel raar om een vraag te stellen aan je eigen onderbewuste, maar doe dat eens. Probeer eens uit wat voor reactie je daarop krijgt. Je hoeft niet altijd zelf met je rationele brein het antwoord te verzinnen. Je kunt het ook aan je onderbewuste overlaten, aan je intuïtie. Dus stel bijvoorbeeld eens een vraag zoals, wat moet ik doen om die baan te krijgen die ik heel graag wil? En ga daarna wat anders doen. Ga iets ontspannends doen. Ga lekker een stukje wandelen in het bos. Ga in je moestuin aan de slag. Of ga schilderen of tv kijken via Netflix. Of net wat jouw ontspanning geeft. Ga dat gewoon doen. En je zult zien dat als je je vraag aan je intuïtie stelt, dat er uiteindelijk voor je aan de slag gegaan wordt. En dat jij een ingeving krijgt met dingen die je kunt doen om die baan te krijgen. En jouw rationele brein had natuurlijk al bedacht dat je gewoon een sollicitatiebrief kunt sturen. Maar misschien komt er vanuit jouw intuïtie wel iets veel mooiers naar boven, wat jou veel makkelijker helpt om die baan te krijgen. Bijvoorbeeld het maken van een video om jezelf te presenteren. Of gewoon eens langsgaan om daar op gesprek te gaan. Eigenlijk dingen die je misschien normaal niet zo snel zou doen, omdat het aan iets gewoon sociaal geaccepteerd is om ergens langs te gaan. Hè? Je houdt toch een beetje afstand en je stuurt toch een sollicitatiebrief. Of omdat het eigenlijk dingen zijn die buiten jouw comfortzone zijn. Maar wat er gebeurt als je aan je intuïtie een vraag stelt en die geeft ook een idee van wat je dan eigenlijk kunt doen. Hè? Want zo komt het natuurlijk naar boven bij je. Dan is dat de manier die het meest makkelijk leidt naar jouw doel. Die jou het meest soepel op weg helpt richting wat jij wilt bereiken. Dus als je zo'n ingeving krijgt, doe het gewoon eens. En
ga ermee aan de slag. Een derde tip die ik je wil geven is het opschrijven van intuïties en ingevingen die je via je intuïtie doorkrijgt. Dus als je jouw intuïtie aan het trainen bent, dan kan het zomaar zijn dat je allemaal gedachten en gevoelens hebt die opkomen zonder dat je eigenlijk weet waar ze vandaan komen. Dus schrijf ze eens op en dan kun je op een later moment kun je kijken van hey, ik had die gedachte, is daar nog iets mee gebeurd? Zijn er dingen uit voortgekomen? Had ik er eigenlijk iets mee moeten doen? Hè, dat is ook redelijk belangrijk. En zo kun je eigenlijk voor jezelf meer vertrouwd raken met dat intuïtiestemmetje in jou, wat jouw ingevingen doorgeeft, waar je al dan niet iets mee doet. Ik zal even een slokje water nemen. Een vierde tip die ik je wil meegeven, is dat je ook een time-out kunt nemen voordat je een beslissing neemt. En soms, wanneer je al bijna rond hebt dat je iets wil doen of wat je wil doen, dan zijn we enthousiast en dan gaan we er gewoon voor. Dan doen we het ook. En soms is het goed om even een time-out te nemen. Dus stel weer een vraag aan je onderbewuste en laat je intuïtie het werk doen. En slaap er nog even een nachtje over. Want op die manier geef je jouw intuïtie ook ruimte om andere ideeën op te laten borrelen. En als je dan uit het niets weer een ingeving krijgt, dan kan dat misschien weer een meer makkelijke of meer soepele manier zijn om jouw doel te bereiken. Iets waar je eerder nog niet over nagedacht hebt. Dus als je een beslissing wil nemen, wacht dan gewoon nog even en slaap er nog een nachtje over en ga de volgende dag er pas mee aan de slag. Weet je, op een heel mensenleven is een nachtje slapen over iets niet zo heel erg lang. Dus ik denk dat je jezelf die tijd wel mag gunnen. De laatste tip die ik je mee wil geven is dat je gewend mag raken aan stilte. In stilte kun je jouw gedachten op de vrije loop laten. En dus kun je ook op die manier jouw intuïtie trainen. En bij voorkeur doe je dat in een stille en rustige omgeving. Niet wanneer je Netflix zit te kijken en jouw favoriete serie aan het volgen bent. Want dan ben je twee dingen tegelijk aan het doen. Maar maak bijvoorbeeld eens een wandeling over het strand of door een pittoresk stadje waar je nog nooit geweest bent. Of door het bos in de buurt. Gewoon een omgeving waar je je rustig voelt. En waar je je verbonden met jezelf voelt. En door echt te verbinden met het moment waar je bent, dus de vogels die vliegen of de blaadjes die je hoort ruisen, kun je ook veel beter naar je eigen gevoel luisteren. En zo kun je jouw intuïtie stapje voor stapje trainen om sterker te worden. Mocht je liever binnen blijven, is het natuurlijk ook een optie om te gaan mediteren. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, dus kijk gewoon even voor jou wat het beste werkt. Ik weet zeker dat wanneer je met deze 5 tips gaat trainen en gaat oefenen, dat jij jouw intuïtie gaat versterken en dat je resultaat zult hebben. En misschien dat je onderweg wat blokkades tegenkomt in de vorm van een gedachte als ik kan dit niet of dit intuïtiegedoe is helemaal niks voor mij of ik moet maar weer eens normaal gaan doen. Daar moet je even doorheen. Dit moet je oplossen voor jezelf. Tips daarover staan op mijn website, hoe je dat het beste kan doen of je kan het via een coaching sessie doen. Maar ga ermee aan de slag en laat je niet weerhouden door die blokkades die je hebt of die je voelt. Want je zult merken, hoe meer je intuïtie traint, hoe makkelijker het gaat. En hoe meer je ook in contact staat met jezelf. En hoe makkelijker je jouw droomleven kunt manifesteren. Vind je het wel moeilijk om dit te doen? Of heb je er hulp bij nodig? Kun je altijd via mijn website lindabisschop.nl een coaching sessie inplannen. Het kan individuele coaching sessie zijn of een heel traject. Ze staan allemaal uitgeschreven op mijn website. Mocht je eerst kennis willen maken, kijken of ik iets voor je kan betekenen, kun je ook altijd een gratis coaching sessie inplannen. Waarbij we gewoon even een kwartiertje kennis maken met elkaar. Waarbij ik ook alvast aan de slag ga met iets waar jij nu tegenaan loopt. Om dat voor jou op te lossen vanuit jouw onderbewustzijn. Zodat je daar niet meer tegenaan loopt. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga even naar mijn website lindabisschop.nl/afspraak en dan spreek ik je snel.